Ik denk dat heel veel boosheid en frustratie bij mensen veroorzaakt wordt, juist door woorden die deze minister zelf gebruikt. Als hij zegt, we weten waar de ongevaccineerden wonen. We weten namelijk inmiddels vrij goed waar ze wonen. Vrij precies eigenlijk, per postcode weten we waar ze wonen. En we gaan wijk voor wijk, straat voor straat, arm voor arm, gaan we naar ze toe. Blijven vaccineren, dat doen we wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm. Als de minister woorden als complotdenker gebruikt, of het heeft over wappies, een dehumaniserende aanduiding waarmee de minister eigenlijk zegt, jullie zijn inferieur. De totale ontkenner, totale wappie. Je reinste complotretoriek, complotretoriek. Het is je reinste complotretoriek, complotretoriek, complotretoriek. Je reinste complotretoriek, type complotten dat hier, type complotretoriek, als een complotterig van aard zijn. Volgens mij zijn dat de oorzaken van de polarisatie. Ben ik hier degene die juist inhoudelijk het gesprek aan wil blijven gaan? Zou de minister één feit dat ik heb benoemd in mijn inbreng willen weerspreken? Dat wil ik niet, inderdaad, voorzitter, omdat dat je reinste complotretoriek is. En dat deze minister hier blijft volhouden dat een gekozen volksvertegenwoordiger die een inhoudelijk debat voert en systeemcorruptie ter sprake wil brengen, dat die de oorzaak is van de spanningen en polarisatie. En dat een minister die deze woorden uitslaat en overal weigert op in te gaan, dat niet is. Ja, dan zou ik deze minister toch graag een spiegel willen voorhouden, want volgens mij is deze minister degene die hoofdverantwoordelijk is voor vrijwel al die spanningen en polarisatie waar we nu mee te maken hebben. Afronden, tenminste. Stop ermee. Dat was mijn inhoudelijke reactie op al dit soort complotretoriek. Stop ermee.